Het inheemse dorp Hollandse kamp heeft vanmorgen haar kapitein op traditionele wijze ingewijd en geïnstalleerd. Hollandse kamp is een dorp in het district Barra, het ligt achter Sanderij. Een kapitein ik visman, al jobben ik eerste. Een van de traditionele ceremonies waaraan de nieuwe kapitein ook aan moest deelnemen. Sergio Jubitana, die als de nieuwe kapitein is geïnstalleerd, heeft sinds het overlijden van voormalig kapitein Theo Jubitana op 20 juli 2021 als waarnemend kapitein het dorp geleid. Marciano Stuger, kapitein van het dorp Redidotti, zegt dat de keuze snel is gemaakt om niet naar achteren te kijken, maar naar de toekomst. A consequentie voor dat hij sade dat asachowalo bruya, asacha trobi, asacha verdeeldheid in uw gemeenschap. Te atendoro dat wile kilibisma. Musguebaka. Want Isabine is mee takwansan ukonkoi ni jata pagruntapu. En wa er is een tijd van komen en een tijd van gaan. En te atendoro dat u donderape. Want dat doet hij ook baka of kan je ook rond. Maar te atendoro dat is een sabi soort keuze je maakt in je Libi. En te je maakt een keuze dat hij en een consequentie bij donderape. Dat je nog een soort vinger naar loopt toe voor je beschuldig wie begint masra. Want aan je schuld, als je een gaf of voor mij een keuze dat want ik heb in je aan. Je aba let je dat hij voor mij een keuze jong en oud. Muriel Fernandes, voorzitter van de Vereniging van Inheemse Dorphoofden in Suriname, de FITS, als ook kapitein van het dorp Kasipora, meent dat traditionele ceremonies niet zomaar worden gehouden zoals deze. Maar dat wordt aangegeven dat de cultuur van de inheemse nog steeds in stand wordt gehouden. A traditionele inwijding sa ushi, ano wansan sa ekobel zomaar. A traditionele inwijding de boven alles sa unulek indi abi. En dat we sorry tide na buitenwereld fushi fa ego in den dorpu. Tide wan yu bestuur kis na yu lek gemeenschap pota bestuur. Ano unulek fets konja da u kon bepaal taki uan abestuur disi. Een gemeenschap voor Hollandse kamp zet een begin roko. Kapitein Jubitana herinnerde de mensen eraan dat de inheemsen constant met gevaren te maken kregen. Voorbeelden waarmee zij geconfronteerd worden zijn mensen die zomaar het bos openstoten zonder dat met de inheemsen af te stemmen. En dat kan niet. En de stappen zijn dat gelijk. Dus mijn actie voor hieruit, hoe kan je dat doen? Cultuur behoud. Dit is traditioneel hoe wij in. En een basis, om God terug naar een basis voelen. Een basis dat naar uw identiteit en dat naar uw cultuur, dat is hoe we kunnen doen. Als u last van uw cultuur, dan kan u ook een ingisma, want u hebt een cultuur. Toch? Met knap daarbij stil, misschien voor een bijdrage, tapa gebied dat hij ook doet. En ook toe tapa jongeren beleid. De jongeren moet opkomen op nu. En de ondersteuning, de dorpsbesturen voor de verschillende dorpen. Voor kan boeken succes, voor kan afwachting. Vice-president Ronnie Breunswijk gaf aan dat de Marons altijd een goede band hebben gehad met de inheemsen. En het respect moet daarom ook aanwezig zijn voor het traditioneel gezag. Daarom de kaboom. Dat de cultuur overdraagt, dat de jongen het trekt over de bigiwan. Maar ik bedoel, ik denk dat je wel een cultuur voelt. Je kent je eigen cultuur niet, dat je zo van je omgang in. Daarom is het belangrijk, cultuur overdraagt, een vast familie die naar de school gaat, dat is een belangrijk vast. En dus dat je aan jullie, de jongeren, naar de toekomst van Tamara. Ik heb een voorbeeld naar de morgen van de jongen. Ja, ik ben hier.
dat die Hollandse kamp kiest in bestuur zonder toemzien djugo. Want we hebben al een probleem, want we staan de lapena voor de karapresie. Voor waka, dan gaan we de los op helemaal eten. Maar als we moeten schudden, dan gaan we de voorzien dat die te do ok ki assistem na dorpo amigo freedom de fazer